VacoGamers, Lars hier. Welkom terug bij meer Minecraft Survival hier op VacoGames. En voor het geval dat je jezelf wat afvraagt bent, waarom is die Vaco nou in godesnaam als een kangoeroe rondjes aan het springen? Dan komt dat ik zo happy ben vandaag. Want jullie hebben gisteren met z'n allen bijna 6000 likes achtergelaten, jongens. Super, super tof. Knal meteen even een like onder deze video, hebben we dat ook maar gehad. Want we hebben vandaag een heleboel werk te doen. En daarom is het ook de reden dat ik hier ben op dit moment. Want een aflevering of 2 geleden, geloof ik, hadden we natuurlijk al dat steen weggehakt bij de spinnenfarm. En daar hebben we een heleboel cobblestone vandaan gehaald. Nou, dat is natuurlijk super tof. En dat heb ik hier allemaal ingemikt. Dus dan kunnen we alvast weer een beetje onze levels bijvullen. Want gisteren hadden we natuurlijk ook deze pijl en boog. Kijk maar eens eventjes. Pieuw! Ik hoop dat iemand hem op zijn hoofd krijgt. Een infinity boog hebben we nu met z'n allen. Dat is natuurlijk super tof. Die hadden we nog niet eerder gehad. Dus dat vind ik heel fijn dat we die eindelijk hebben. En dat betekent ook dat ik al dat steen wat we gisteren hebben gehakt, hier in de ovens heb gemikt. En dat we daar dan nu gewoon uit kunnen halen. En dat we daar gewoon lekker weer XP van kunnen krijgen. En een klein beetje glas. Nou, vooruit. Dat staat er ook nog in. Maar check dit allemaal. Hoppakee. Allemaal steen, jong. En dat steen komt ook wel hartstikke goed van pas voor het project waar ik vandaag aan wil gaan beginnen. Namelijk die trap. Jullie weten nog dat ik gisteren of eergisteren die spinnenfarm met de buitenwereld heeft verbonden door een klein trappetje. Maar dat was natuurlijk gewoon heel erg tijdelijk, hè. Ik bedoel, het was echt een trappetje van 0,0 niks. Dus dat moet natuurlijk wel eventjes groter worden. Groter en mooier. Want ik zat eraan te denken om ook later niet alleen dit te gebouwen, maar ook hier zometeen een groot pad aan te leggen richting die spiderfarm. En dat zal niet vandaag zijn, dat zal niet morgen zijn, dat zal niet overmorgen zijn. Maar dat is wel iets voor een project voor in de toekomst. Dat ik ook bijvoorbeeld hier iets kan gaan bouwen. Want nu bouw ik alles daar. Allemaal helemaal bovenop elkaar. Maar die spinnenfarm. Yo, Minecraft, doe eens laden. Please. Alsjeblieft. Dank u wel. Wat verdorie. Die spinnenfarm die zit natuurlijk helemaal hier. En dat is zonde om elke keer helemaal hier naartoe. Oh. Ja, kijk, dat potverdorie loop ik recht op een berg af en ik heb het niet in de gaten. Dat is natuurlijk niet handig, niet, hè? Die spinnenfarm die zit natuurlijk nu ergens hier. Oh, ik kon eventjes onder water kijken. Maar die zit hier nu ergens. En ik wil eigenlijk wel dat die aangesloten wordt op mijn andere grote netwerk, zeg maar. Dat ik het ook een beetje in de gaten kan houden. Alleen nou is de grote vraag, waar is die fucking spinnenfarm naartoe? Oh, daar. Ja, ik zie hem al. Kijk, daar staat het torentje. Pioef. Oh, wacht. Let op. Snipes. 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 Hij heeft niks in de gaten. Oh, mis. Ja. Oeh, recht in zijn voorhoofd. Fuck jou, varken. Dat betekent dat hier ergens de andere uitgang is. Laten we eens eventjes die toren opzoeken. Oh, daar nog een varkentje. Pioef. Oeh, one shot. One kill, bitches. One shot, one kill. Wie is hier de absolute schietbaas? Dat ben ik. Waar is die toren? Toren. Oh, daar. Ja, kijk. En dan moeten we bij deze toren moeten we naar rechts. En zie je dat dit toch eigenlijk nog best wel een behoorlijke plek lopen is? En dat ik elke keer dat ik deze kant oploop, dat ik kan gaan verdwalen? En dat willen we natuurlijk niet. Dus ik wil hem eigenlijk gewoon aansluiten. Maar dat komt allemaal wel. Eerst eventjes zorgen dat ik hier die grote trap aanleg. Dat is nog het belangrijkste. Kijk, hier loopt het trappetje. Dat is allemaal heel mooi natuurlijk, maar dat moet allemaal anders. Even kijken hoor. Hoe gaan we dat doen? Want ik heb natuurlijk nu wel... Ja, laat ik het zo doen. Ik ga eerst een kist maken. Eén zo. Huppakee. Die zetten we eventjes daar neer, tijdelijk. Mag ik mijn hout terug? Please. Alsjeblieft. Mag ik mijn hout? Dank u. Dan vind ik het zonde om al die spulletjes te dumpen. Dus dat doen we eventjes zo. Kistje erbij. Jij hebt er eventjes daar liggen. Hoppakee, kist. Oké, dit hebben we niet nodig. Dit niet. Dit niet. Dit niet. Doe me een beetje denken aan dat muziekje van vroeger. Van Tackle Titus. Dat kennen jullie waarschijnlijk niet. Dat is denk ik eventjes iets voor jullie tijd. Tackle Titus. Maar dat was gewoon echt een baas namelijk. Dat was altijd op tv. Die ging altijd misdaden oplossen. Dat was gewoon een tackle. En dan was er een Franse tackle en die ging dan misdaden oplossen. Dat was echt super baas. Hoppakee. Oké, slaps heb ik. Nu een schepje. En mijn pickaxe. Die trouwens ook bijna kapot gaat. Deze mag absoluut niet kapot. Efficiency 4, Unbreaking 3, Fortune 3. Als die dreigt kapot te gaan, dan ga ik absoluut terug naar huis en dan ga ik hem repareren. Dat heb ik ook nog nooit geprobeerd, dingen repareren. Dat zou ook helemaal nieuw zijn voor mij. Dit moet allemaal weg. Want hoe, wacht eventjes, hoog stop. Hoe breed moest deze trap worden? Ik weet nog dat die ongeveer 6 moest worden, maar dan moet ik natuurlijk niet zomaar hier 6 die kant op graven. Als ik niet weet hoe die hier dan beneden uitkomt. Oké. Laten we dit zo doen. Ik ga hier deze. Wat nou? Ahoy. Ja, ik kan terugschieten tegenwoordig, hè? Ja. Had je niet verwacht, hè? Auw. Zo voelt het nou. Om zo'n ding in je bakjes te krijgen. Dat is vervelend, hè, Mr. Spin? Oh, dit moet ik ook fixen, nou ik toch hier ben.
Laat ik dat meteen eventjes doen. Ik heb namelijk voor jullie geleerd hoe ik een hopper moest maken. Hoe kan het nou dat het niet meer doorstroomt? Hoe kan het nou? Hey, er klapt niks meer van. Nou goed, in ieder geval... die hopper die moet ik dus later neerzetten. Want er schijnt een dingetje aan de onderkant te zitten. Hoppakee. Kunnen jullie hier doorheen? Nee, hè? Nee, dat kunnen jullie niet, hè? Stel dat je loser beesten. Waar komt de volgende over aan? Hallo! Kom dan! Pussy! Blijf daar zitten. Ja, lekker voor je. Ik moet eventjes die hopper weer terug hebben. Want ik moet eerst de kist neerzetten en dan de hopper. De hopper moet ik erop doen. Nee, niet zo. Niet zo, Lars. Die hopper moest je... Zit hij zo goed? Ik weet namelijk echt niks van hoppers af. Er schijnt een uitsteekseltje aan te zitten. Wacht even, ik ga het heel eventjes ergens anders proberen. Ik ga dit ga ik weghalen. Ik moet het eventjes voor mezelf op het droge zien. Dus niet hier. In zo'n kleine ondergrondse tunnel. Ik moet het eventjes hier bekijken. Eventjes met eten ondertussen. Hopper, waar is dat ding? Even kijken, hoppertje. Oké, hopper. En kist. Eerst moest de kist. En dan moest de hopper. En die moest ik met shift op de kist. Oh zo! Kijk, dat is handig. Ja, dat is het mooie van comments, jongens, die jullie achterlaten. Dan heb ik weer wat geleerd. Ik moest het namelijk met shift erop doen. Kijk, nou kan ik het. Dat is goed. Dus eerst, waar is mijn kist weer? Zo. Kist neerzetten. Hopper, shift erop. Hop. Dus als ik het nou hierin doe... Kijk, dan moet het hier in de kist gaan. Perfect. Niks meer aan doen, Lars. Helemaal goed. Hoe gaat het met deze? Ik kan ook meteen even fixen. Heb ik nog hout bij me? Dat zou ook wel leuk zijn. Ik heb geen hout meer. Helemaal naar boven. Nou goed, ik moet toch naar boven hakken. Dan stak ik er mooi uit. Even kijken, dit moet namelijk ook gewoon een trappetje worden. Dat is best een behoorlijk werk hoor, die trappen hakken. Maar het moet één grote, majestueuze, dat is een prachtig woord, trap worden. Dat het in één keer doorloopt naar beneden. En het moeten allemaal slabs worden, dus dat wordt nog een heel kawaii. Gelukkig dat ik me niet eventjes verstop voor dat soort moeilijke klussen. Als er moeilijke klussen komen, dan moet je mij bellen. Dan moet je 0900 Vaco bellen, dan... Dan krijg je mij de lijn voor de moeilijke klussen. Even dit weggraven. Kom, waar is mijn schep? Daar. Schep, ja. Kom maar. Oh, dan komt het zand weer terug. Heel fijn. Steen. Potverjandridori. Dit weg. Nee, niet met een pijl gaan slaan, Lars. Dat werkt niet. Dat werkt misschien bij Indianen zo, maar bij jou werkt dat niet. Indianen mogen met pijlen slaan, jij niet. Kijk, dit schiet lekker op zo, als ik hem er doorheen kan hakken. Hé, hey, hoppakee. Kijk eens eventjes, daar zijn we. Perfecte mentos. Nou, één. Wat? Zit hier een spin? Nee, er zit hier geen spin. Dat is allemaal malligheid. Tuurlijk zit hier geen spin. Zo, dit gaat weg. Maar dit moet allemaal trap worden. Ja, dit gaat lekker. Met zo'n schepje. Dat moeten ze veel meer doen. Dit moet allemaal weg. Wacht even, ik zal naar beneden gaan. Dan zal ik jullie laten zien hoe de bedoeling is om hoe die trap wordt. Dan hebben jullie daar ook een beetje een beeld bij. Dat is belangrijk, hè? Mensen een beeld geven. Kijk, dit moet zo. 6 breed worden en dan 1, 2, 3, 4. Brrr. Niet daar. Zo. En dit moet dan trap worden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan deze. Dus waarschijnlijk heb ik echt een ene kut aan wat ik nu allemaal heb weggehakt. Maar dit schiet misschien wat meer op als ik het zo doe. Dan hak ik dit zo allemaal. Zo. Ja, dan krijgen we een mooie grote trap krijgen we dan. En misschien dat ik dan ook nog wel iets met glowstone kan doen daarbinnen. Dat het gewoon één grote glowstone trap wordt. Of misschien af en toe een paar lichtjes erbij. Lijkt mij super tof. Hop. Want dan kan ik tenminste naar beneden lopen zonder dat ik constant mijn hoofd stoot. Snap je? Dat is namelijk wel eventjes een puntje van aandacht. Elke keer als ik namelijk een trap bouw, dan zorg ik ervoor dat ik pok met mijn hoofd tegen dat plafond aanstoot. En dat doet zeer. En dat zorgt er ook voor dat je niet snel genoeg naar beneden kan wandelen. En dat is natuurlijk allemaal niet goed. Dit moet een grootse, machtige, duidelijke spinnenfarm worden. En niet zo'n half verstopt spinnenfarmpje die niemand tegenkomt. Dus het is behoorlijk wat werk, maar aan het eind... heb je dan ook behoorlijk wat plezier van je werk, om het maar even zo te zeggen. En dat is ook zeker waar. En altijd als je hard werkt voor iets, dan is het eindresultaat er absoluut naar.
hotse flots, hotse flots, hotse 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 flots. Jee! Zo, even wat lampjes voor de zijkant. Dan hebben we zometeen weer skeletten op bezoek en daar heeft de Vaco geen zin in. Vaco heeft absoluut een hekel aan skeletons en spinnen en andere beesten die hem heel vervelend komen doen. Lekker hoor, zo werken. Potverdorie zeg. Het zou tijd worden dat ik eens een keertje ga ontspannen. Gewoon ga relaxen in mijn Minecraft-wereld. En ik denk trouwens ook wel dat dat kan. Want vanavond, later vanavond, het is op het goed moment... Of als het goed is, is het op dit moment... hoe laat zal ik dit uploaden? Ik denk 5 uur. Dat we net om 4 uur een aflevering van GTA hebben gehad. Nu is het dan 5 uur met Minecraft Survival. Om 7 uur vanavond... komt de allereerste parodie online op Vaco Games. Super tof, heb ik met DDG heel hard aan gewerkt. Met David heeft hem aan meegedaan. Vince heeft eraan meegewerkt. Diegene die stage loopt bij David. Die heeft er heel hard aan meegeholpen. En natuurlijk ook een paar anderen die eventjes mee hebben helpen inzingen. Super tof, hartstikke fijn. Dus die komt om 7 uur vanavond. Dus hou dat nog eventjes vrij in je agenda. Mocht jij voor 2 uur je agenda vooruit plannen. Lijkt mij super tof. Hoppakee. Ik hoop namelijk dat dat filmpje ook echt super vaak gedeeld en geliked en retweet wordt voor mijn part. Want ik ben er echt serieus super trots op. Het is de eerste video waarbij ik echt gewoon heb lopen zingen. Tenminste, voor zover je het zingen kan noemen. Waarschijnlijk kan je het geen eens zingen noemen voor mij. Bij mij noem je het meer praten op muziek. Laat je het bij mij zomaar noemen. Want ik kan natuurlijk echt niet zingen. Dat kan ik gewoon echt niet. Als ik ergens een hekel aan heb, dan is het zingen. Ik kan daar echt niet tegen, weet je dat? Ik vind dat gewoon echt helemaal niks. Maar... ik zat daar toen bij David toen en toen kwam hij op een gegeven moment met het idee van... zullen we eens een keer een parodie gaan uploaden op Vaco Games? Ik zei, oké, ja, is prima, lijkt me altijd leuk. Ik bedoel, parodies worden altijd goed bekeken, mensen vinden het interessant. Dus waarom niet? Toen zei hij van, waar moet die parodie dan over gaan? Want jij gaat hem inzingen. Toen dacht ik, oh shit, dacht ik. Daar gaan we dan. Ik heb expres al die tijd niet gezongen op Vaco Games. En dan gaan we het expres wel doen. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Vanavond 7 uur. Potverjamdorie zeg. Dat is de flots. Ik hoop dat jullie me mee willen helpen door die video ook lekker veel te liken, jongens. Net zoveel als op DDG. Dat zou super tof zijn. Als een parodie die ook mede door DDG is gemaakt, meer likes... Oh! 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 Holy shizzle! Grote goedheid! Ah! Goh! Ik schrok me de vinketering van jou. Waar ben je? Au! Waar ben je nou? Ja! God, ben je dood? Hopelijk ben je nu echt dood. Grote goedheid, zeg. Ik... Oh. Oh. Even een slokje thee. Oh. Holy shizzle, heilige spinnenkoningin voor de wizzle, zeg. What the fuck, wat dacht dat beest? Laat ik eens eventjes last een feestje binnenkomen vallen. Nou, dat wordt niet gewaardeerd. Mr. Skeleton ding. Ik schrok me de vinketering. Oh. Ik moet nog even een slokje thee. Ik kan hier niet tegen. Oh. En zou iedereen wel in de comments gaan roepen... Lars, je bent een pussy. Ja, ik weet het. Ik ben inderdaad een pussy. Zeker als er dat soort dingen onverwachts gebeuren. Holy shizzle. Ik zit binnen in mijn verhaal. Komt er in één keer iemand binnenvallen? Oh. Ik kan daar niet tegen. Maar... Ik heb zelfs een beetje mijn broekje gedaan. Klein beetje. Niet heel erg, maar wel een beetje. Nee, schijntje. Grapje. Dit moet ook allemaal weg. Hopen dat er niet nog een keer zo'n skeleton beest komt. Als die wel komt, dan gaan we hem heel hard slaan. Dan zeggen we van, zandsodemiet erop met jou, zeggen we dan. Maar dit wordt wel een mooie trap zo. Oh, ik dacht dat we bijna boven waren, blijkt dat fakkeltje te zijn. Nou, dat is goed dat dat fakkeltje er zit, want dat betekent dat die skeleton daar niet meer kan spawnen. Tenzij skeletons tegenwoordig ook overdag spawnen, want ik zie ook regelmatig tegenwoordig skeletons buiten wandelen overdag. Terwijl ze mij altijd verteld hebben dat skeletons overdag niet buiten kunnen wandelen. Dus er klopt iets niet. Oké, dit moet ook helemaal gelijk zijn natuurlijk, hè. De hele trap die moet egaal zijn. Mooi woord. Ik gebruik de laatste tijd zulke mooie woorden in mijn video's, vind ik. Egaal, majestueus. Prachtig, hoor. Niet zo haast gaan denken dat ik nog intelligent ben ook. Zo. Oh god, nee, niet weer. Niet weer. Oh, kijk nou, cool. Dank u. Dat nemen wij mooi eens eventjes mee. Steken wij in de Vaco-zak, zeg maar. Hoppakee. Naar boven. Achteruit. Ja, dank u. Dank u. Ja, daaruit. Zo. Dan moeten we dit binnenkort ook weer eventjes aangraven. Als dat een woord is. Hoppakee. Hier. En hier moet hij verder.
Okay, dit schiet dus echt voor een meter op, dit verschrikkelijke spul. Oh, ik weet niet wie dit ooit eens een keertje in Minecraft geprogrammeerd heeft, maar hij verdient een ontzettende schop onder zijn hol. Echt ontzettend harde, weet je wel? Zo eentje dat je een aanloopje neemt en dan schopt. Zo hard verdient hij hem. Niet een klein schopje, maar echt een enorme rotschop. Gewoon puur omdat hij mij de hele tijd verveelt en irriteert. En dat is niet goed. Oh, daar kan ik daarna niet meer bij. Heel fijn. Ik kan er niet meer bij. Het is allemaal veel te hoog. Oh, nee. Niet zingen, Lars. Niet zingen. Bewaar het voor de parodie voor vanavond. Niet voor nu. Zo. Kunnen we... Oh, wacht. Laten we dit eventjes opvullen. Laten we er in ieder geval een fakkeltje neerzetten. Hop. Kijk, zo. Hop. Ik denk trouwens ook bijna dat mijn slaps op zijn, of niet? Ja, dus... Mijn slaps zijn bijna op, potverdorie, dat heb ik weer. Kan ik er niet nog een paar hier maken? Vast wel toch, ik heb hier nog wel ergens een crafting table staan. Hier kan ik nog wat nieuwe mee maken. Hop, nieuwe slaps, dank u. Zo, 64 er weer bij. Wee! Het is nog moeilijk aan het graven, zie ik. Nog moeilijk aan te doen. A large piece to go, zeggen we dan. Maar als het dan uiteindelijk klaar is, dan is het net zoals met die parodie, dan kan ik gewoon echt lekker genieten van mijn werk. Dat vind ik echt super tof. Dan hebben we uiteindelijk loon... Oh! Kom hier, pickaxe. Ga er niet zomaar vandoor. Daar ben je nog veel te jong voor. Veel te jong om zomaar alleen over straat te lopen, pickaxe. Je bent nog maar een paar dagen oud. Zo oud ben je nog niet. Ik denk dat die pickaxe nog geen maand oud is. En dat is natuurlijk veel te jong om zelf in je eentje over straat te gaan lopen. Hm? Dat kan niet. Je laat een baby van 2 maanden ook niet in je eentje over straat lopen. Alhoewel. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het doen, maar ik niet. Niet dat ik een baby heb of zo, maar... You get the idea, toch? Jullie zijn slim, jullie snappen dat soort dingen wel. Dit gaat ook aan de kant. Potverdorie. Zat helemaal in de weg, man. Oh, nee, dat gaat te ver. Zo. Oh, wacht even. Laat ik weer een fakkeltje erbij doen. Dan heb ik zo meteen weer skeletons op bezoek. En 1 keer mezelf doodschrikken per aflevering vind ik meer dan voldoende. Zou toch wat zijn, hè? Als ik mezelf live in deze aflevering doodschrok. Dat zou toch niet, zo mooi zijn? Dan is het afgelopen met Vaco Games. Dan hebben we nooit meer een video. Tenminste, jullie niet. Ik heb er dan niks meer mee te maken natuurlijk, hè. Als ik dood ben, dan is het klaar. Dus laten we hopen dat de buschauffeuren hier een mond voor een beetje uitkijken. Hm? Dat ze niet in 1 keer... En dat ik dan hartstikke plat ben. Laten we het er niet op hopen. Zo. Deze kant nog. Even kijken hoe ver we nog moeten, hoor. Hallo, hoe ver moeten we nog? Ik ga nog even een klein stukje die kant op. Ik denk dat het wel op zich bijna klaar is, hoor. Hij is al best hoog. Ik schat nog een laag of 10 ongeveer, give or take. Give or take nog een laag of 4. Of 10. En dan zitten we boven. En dan is het nog de taak om het aan te sluiten op een groot netwerk van wegen wat ik nog moet aanleggen. Oh, ik heb echt nog zo ontiegelijk veel te doen in deze Minecraft-wereld. Elke keer als ik weer zo'n aflevering opneem, dan denk ik van, wat ga ik nou in godesnaam weer doen vandaag? Maar altijd als je aan zo'n project als dit begint, dan ben je zo 10 afleveringen verder en dan heb je nog, ben je nog niet klaar. Dat is op zich wel leuk natuurlijk en dan heb ik weer een heleboel afleveringen. En het was dus in eerste instantie, dat heb ik al vaker gezegd geloof ik, maar ik ga het toch eens zeggen, helemaal niet de bedoeling om deze Minecraft-serie dagelijks te gaan doen. Dat was helemaal niet de bedoeling. Het was de bedoeling om, nou ja, 2 keer per week, zoiets, een aflevering van Minecraft Survival te uploaden. Alleen toen zeg ik van, Faco Gamers liken het als een malle. Toen ben ik het maar dagelijks gaan doen. En dat ben ik ook de afgelopen tijd zeker aan het volhouden. Dus daar ben ik ook weer super trots op. Dat is ook iets wat ik eigenlijk niet van mezelf... Oh, ik hoor een skeleton. Nee, ik hoor een creeper. Serieus? Ik zet even mijn eigen geluid harder. Nee. Ik hoor een slime. Ik hoor slimes. Maar waar? Ik ga even zoeken naar die slime hoor, dat vind ik wel interessant. Ik hoor hem hier links. Het zou toch niet zo zijn dat hier slimes zitten?
Wat is dit allemaal voor aangeluid? Oh, hoi! Mr. Slime. Dat is aardig. Dat is wel heel interessant dat die slimes zitten. Dat is met een partij interessant. Slimeballs! Hey! Leuk voor de deur. Tadaa, 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 sterf! Zo, kijk eens eventjes. Dat is mijn partij interessant. Slijmbals. Hoppakee. Nou ja, zeg, had ik ook niet gedacht. Weet je wat ik ga doen? Ik ga hier eventjes een monumentje oprichten. Ter herinnering aan de slijmbals. En zodat ik zeker weet dat hier slijmbals hebben gezeten. Hop. Als ik dan ooit eens een keertje hier terugkom, dan weet ik dat ik hier slijmbals kan zoeken. Zo. Dit is het monument der slijmbals. Is dat een mooi monument? Ik vind van wel. Echt schitterend. Hoppakee. Hebben we dit maar weer mee. Dank u. Nou, weer wat gehad. Weten we dat daar slijmbals zitten. Dat is me toch een partij verrekte interessant, want daar was ik nog niet eerder achter. Oh god, nee, jij bent niet interessant. Slijmbals zijn leuk, jij niet. Ja, sterf. Rotbeest. Hey, Fanko Gamers, ik ga jullie vragen om een groen duimpje achter te laten, als je dat nog niet gedaan hebt. Zoals ik vanavond ook al zei, zometeen om 7 uur... Parody online, hier op Fanko Games. Zou super tof zijn als jullie die ook eventjes gaan kijken, want wij hebben er ontzettend veel werk in zitten. Tenminste, ik niet in mijn eentje, maar ook David en Vince. Dus zou super tof zijn als je dat ook nog eventjes ging bekijken vanavond. Voor nu, in ieder geval, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken ook vooral. Gisteren 6000 likes. Zou super tof zijn als deze aflevering ook maar in de buurt komt daarvan. En dan zie ik jullie morgen weer terug, hier bij meer Minecraft Survival. En dan gaan we lekker verder met dit bouwen. Deze grote trap, die moet morgen absoluut af. Bedankt voor het kijken, jongens. Bedankt voor het liken vooral. En tot morgen. Mazzel.